Je grijpt al een beetje naar je oor. Ik wil geen voor de hand liggende lijntjes trekken, maar nog gefeliciteerd met je 65ste verjaardag. Ja. En nou? Moet ik nou blij worden? Godverdorie, ik heb vanaf mijn 13e heb ik belasting betaald en nu moet ik 2 maanden wachten op mijn AOW. Maar ik ben gezond. En dat is natuurlijk heel wat. Ja, ik wilde je net vragen. Ze roepen dan altijd, als je ouder wordt, word je ook wat rustiger. Maar jij bent natuurlijk bekend als een man die zich nog wel eens druk maakt over de toestand in de wereld. Hoe is dat bij jou? Toevallig, moet ik je eerlijk zeggen, ik denk dat ik eigenlijk vroeger ADHD had. Ik heb alleen nooit geen pilletjes gekregen. Ik kreeg een draai in mijn oren en ik moest even 5 minuten op een stoel zitten en dan bijkomen. En ik hoorde toevallig vandaag dat een corrigerende tik mogelijk weer ingevoerd gaat worden. Dat mag. En ik ken er heel veel, ook in het vak, die wel eens een corrigerende tik nodig hebben. Kunnen we nog weer eens wat nieuws verwachten? Want je bent met Drukwerk 2 op pad. Ja, ik ben met Drukwerk 2 op pad. Succesvol, mag ik wel zeggen. En ik heb net samen met mijn zoon, met de band, heb ik 4 nieuwe nummers gemaakt. En we zijn bezig om daar een vinyl EP van uit te brengen. Want ja, met de gewone cd'tjes, dat werkt niet meer. En wat voor liedjes zijn dat, die 4 nieuwe nummers? Ik zei toevallig vandaag nog tegen iemand, het lijkt meer op Procol Harum dan nog op Drukwerk. Het is groots, het is... Ja, we zijn natuurlijk ook gegroeid en ik sta nu met jonge honden op de bühne, dus die spelen wel. Het leuke van 65 worden is ook dat ik kan nu uit gaan kiezen wat leuk is. Ik hoef niet meer, ik mag.